Welkom bij jullie favoriete fitnesspodcast. Dit is Get in Shape Late Night. Get in Shape Late Night. Oh la la. Een hele goede avond en welkom bij de Get in Shape Late Night podcast. Oh la la. Ja, maar voor 12 uur wat langer dan 12 uur mogen we helaas niet buiten spelen. Hey Gies, hoe is het? Hey Jonas, bedankt voor de uitnodiging in je podcast. Ja, super fijn. Ja, ik doe dat eigenlijk wel al een heel tijdje, zo die Coaching Collective Late Night podcast. En dat gaat me eigenlijk vrij goed af. Ik kreeg daar heel veel goede reacties op van iedereen. Dus ik dacht, ik nodig jou eens uit om in mijn podcast te schitteren vanavond. Prachtig. Over wat gaat de podcast, denk je, Gies, vandaag? Over entertainment? Entertainment, ja, zeer zeker. Dus we hebben een paar challenges voorbereid. Yes. Nee. Vandaag gaan we het tweede leuk van onze hypertrofie of spiergroei podcast doortrekken. Dus de vorige podcast ging over het trainingsgedeelte. En vandaag zal Gies voornamelijk het voedingsgedeelte voor zich nemen. Dus we gaan beginnen met de eerste vraag. Gies, waarom is voeding nu eigenlijk zo belangrijk om spiergroei te stimuleren? Wel, Jonas. Als je spieren belast hebt, je hebt getraind, is er iets die moet zorgen voor herstel, die kan helpen bouwstenen te leveren aan die spieren. En bij ons is dat voeding. Voeding is eigenlijk de belangrijkste sleutel tot herstel. Naast voldoende rust en slaap. Volgens mij is voeding, durf het bijna niet zeggen, een van de belangrijkste factoren in het spieropbouw, bij spieropbouw. Ga je daarmee akkoord, uiteraard? Ik ben daar deels mee akkoord. Ik denk dat het meer zo'n beetje een aaneenschakeling is van alle factoren, maar zonder het een is het ander niet. Ik spreek altijd een beetje over een auto. Van als je zou moeten kiezen wat het belangrijkste is aan een auto, de motor of de wielen, dan is dat ook een moeilijke keuze dat je gaat maken. Maar in principe, als er geen motor in zit, gaat die auto ook niet aangaan. Ik denk dat met voeding, als er te weinig brandstof en te weinig middelen zijn, dat je weinig gaat kunnen doen. Dat is heel juist. Kan je de Flintstones? Alright. En dan de volgende vraag dat we eigenlijk willen instromen is, als we spreken over voeding, dan hebben we het over bouwstenen en energie. Energie verstaan we vaak onder kilocalorieën. Onze calorieënnamen. Hoe zou je eigenlijk een calorie tekort, calorieonderhoud of een calorie surplus moeten indelen? Als het over spiergroei gaat. Wat is er eigenlijk nu het beste om zo'n spiergroeifase te starten? Wel, dat is afhankelijk van persoon tot persoon. Hè. In welke fase dat je uiteraard gaat starten. Als je een persoon bij je krijgt, dat je ziet van, oké, die heeft te veel vetmassa, ga je sowieso met een calorietekort starten. Calorietekort wil zeggen dat je minder calorieën gaat eten dan dat je in feite verbruikt, waardoor je dus vet gaat verliezen. Maar in die fase is het iets moeilijker om spiermassa op te bouwen. Het is mogelijk, maar minder efficiënt. Dan heb je een calorie surplus. Dus eigenlijk het omgekeerde, waardoor je eigenlijk meer calorieën gaat eten dan je verbruikt. Natuurlijk ook niet overdreven veel meer calorieën. We spreken dan over een lichte surplus. En daardoor kun je eigenlijk gaan aankomen in spiermassa en in gewicht. Maar is er ook weer een groot risico op vetopslag. Dus heb je al een te hoog vetpercentage, is dat minder aan te raden. Dus dat hangt echt af van het startpunt dat je hebt als persoon. Als je iemand hebt met meer dan 20% vet, is het onmogelijk van die persoon te laten starten in een surplus. Of ja, het is mogelijk, maar het is niet gunstig. En heb je iemand die al 8% bodyfat heeft, shredded to the bone, is het ook geen nut van die nog in een deficit te steken als er geen wedstrijd gepland staat de komende weken of maanden. Alright. Dan heb je nog het calorieonderhoud. Dat is, dat is een vraag. Dat is de basis tussen de twee. Je hebt hetgene dat je verbrandt op een dag, dat we eigenlijk weer op gelijke schaal gaan aanvullen. Pak nu dat je 3000 calorieën verbrandt op een dag en heet er 3000 calorieën, zou je gewicht moeten stabiel blijven, in theorie. En dat is dan een calorieonderhoud. Mm-hmm. Zijn er scenario's, Gies, waar dat jij bij jouw klanten een calorieonderhoud zou aanmoedigen als de voornaamste doelstelling spieropbouw is? Bij startfases vooral. Als je nog nooit met die persoon gewerkt hebt, kun je ongeveer aan de hand van wat informatie over zijn beweging, hetgeen dat hij doet van werk, van sport,
waar dat hij momenteel al leed, kun je zo ongeveer zijn onderhoud gaan inschatten. En als je echt bang bent dat je te hoog gaat inschatten, dat je, waardoor je vet zou gaan opslaan, kun je altijd beginnen op een onderhoudsfase. Of mensen die zeggen van, oké, kijk, ik wil mijn gewicht stabiel houden, ik wil hier geen kilo's aan spiermassa per jaar bijkomen, dan is die onderhoudsfase ook wel altijd handig om mee te starten. Of als je personen hebt die nog niet weten waar ze naartoe willen, onderhoudsfase, en dan zie je wel nog. Absoluut. Bij mij is hetzelfde. Als ik eigenlijk mensen heb waarbij dat echt de focus volledig spieropbouw is, dan de eerste weken ga ik altijd proberen streven naar eigenlijk om en bij gewicht stabiel te blijven, omdat ik eerst wel zeker ben dat bepaalde andere factoren goed zitten. Dus bijvoorbeeld, je kan je nog jezelf aanmoedigen om gewicht aan te komen, maar als daardoor de trainingen die erbij moeten komen niet zijn zoals dat is, dan is dat vaak niet echt een goed scenario, omdat die gewichtstijging dat je gaat zien, het aandeel spiermassa zal waarschijnlijk veel te klein zijn ten opzichte van de vetopbouw. En dan is het wel handig om te weten dat je zeker bent dat de persoon goed aan het trainen is voordat je die positieve gewichtstijging probeert in te plannen door zijn voeding te verhogen. Mm-hmm. Dus ik sluit me daar wel bij aan. Maar hoeveel calorie, als er nu een calorie surplus, als er een calorie surplus gegeten wordt, hoeveel extra calorieën heeft je dan bovenop het onderhoud? Wel, wat ik eigenlijk nog wilde aansnijden, maar dat is misschien iets wat dat wel heel diep gaan is eigenlijk een, wat is een calorie surplus nu eigenlijk? Want in principe, hoe zou ik het nu goed uitleggen, is je kan eigenlijk vrij moeilijk bepalen hoeveel dat een surplus boven iemand zijn onderhoud is. Want een kilocalorie onderhoudsniveau, dat is enorm moeilijk te bepalen. Dat is ook iets wat dat afhankelijk is van bijvoorbeeld hoe meer dat je eet, hoe meer dat je waarschijnlijk ook gaat verbruiken, bepaalde processen in het lichaam. Dus dat is echt wel moeilijk in te schatten, om dat in absolute getallen te zeggen. Bijvoorbeeld een beginner doet er goed aan om 500 kilocalorieën boven zijn onderhoud te zijn. Dat is enorm moeilijk te bepalen. En ik ga altijd proberen eigenlijk streven naar een stijging aan gewicht doorheen de maand bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe jij dat benadert, Gies? Hoe dat ik die calorie surplus bepaal? Ik begin eerst met een onderhoudsfase. Pak nu dat dat gewicht gedurende 4 weken stabiel blijft, dan probeer ik er altijd een 5% van het aantal calorieën dat je al had bij te tellen gewoon. En dan evalueren achter 2, 3, 4 weken van oké, wat is er veranderd in het gewicht? Gaat een kilo omhoog, weet je dat te veel is? Blijf het stabiel of zak het? Dan is het teken van nog wat extra eraan toe te voegen. Maar altijd per 5% of per 100 calorieën stelselmatig verhogen. Ik denk dat dat zeker iets is wat ik moet kan vinden. Het enige wat ik dan wat ik bedoel met mijn aanpak is, stel nu, je lapt er 10% op. De persoon blijft nog altijd status quo qua lichaamsgewicht. Dat is moeilijk te verklaren natuurlijk als we spreken vanuit dat statische getal van kilocalorie onderhoud. En dan is het natuurlijk moeilijk om te zeggen van uw surplus moet 150 kilocalorieën zijn of 250 kilocalorieën als dat like, zodanig fluctueert wat dat er nu werkelijk nodig is om u op gewicht te houden. En dan vind ik dat een heel moeilijke manier om daarmee te werken. Mm-hmm. Dus alright. Je hebt ook altijd mensen die plots actiever worden of minder actiever. En daar moet je gewoon op anticiperen. Eigenlijk, in een calorie surplus is het nodig om dat regelmatig op te volgen, vind ik. Van te kijken hoe dat gewicht evolueert. Zeker. Je kan niet zeggen, we gaan hier nu 250 calorieën meer eten en binnen 3 maanden kijken we nog een keer waar hij staat. Dat marcheert absoluut niet. Ja. En heel veel mensen verschieten altijd hoeveel kilocalorieën dat er uiteindelijk bijkomen ten opzichte van het startpunt waarbij dat ze gestart zijn. Ze vielen af op 1800 kilocalorieën, ze bleven op gewichtsonderhoud rond die 2200 bijvoorbeeld. En dan plotseling halen ze 4000 kilocalorieën 6 maanden later als ze aan het aankomen zijn bijvoorbeeld. Het zijn heel zotte getallen door dat regulerend effect van het lichaam eigenlijk. Maar misschien nog een kleine bijvraag. We spraken daar pas over dat er ook bepaalde gevallen zijn waarbij dat je gewichtsdaling wil promoten. Dus bij mensen met een heel hoog vetpercentage bijvoorbeeld. En ook ondertussen nog spieropbouw te stimuleren. Hoe groot zou dan die kilocalorie tekort moeten zijn om dat in goede baan te leiden? Goh, dat hangt ook weer af van de doelstelling van die persoon, vind ik.
ik heb mensen die zeggen van oké, ik wil 5 kilo verliezen aan lichaamsgewicht, die bijvoorbeeld 70 kilo wegen, ze willen naar 65, maar het mag daar gerust een jaar over gaan. Dan kun je beginnen met het kleinste calorietekort van 250 calorieën dat je maar hebt bijvoorbeeld. Zeker. Maar ja, mensen die zeggen van kijk, ik wil iets sneller resultaat zien. Ja, pak nu dan ze gemiddeld 3500 calorieën verbranden op een dag, zou ik al gerust naar 2800 termen gaan. Een deficit van 700 calorieën. Zodat ze toch zien van oké, mijn gewicht zakt echt elke week goed voor de motivatie erin te houden. Zeker. En dan telkens evalueren of dat de doelstellingen er nog altijd zijn. Want ja, mensen komen vaak oorspronkelijk met een bepaald esthetisch doeleinde. Ze willen er gespierder uitzien. Maar ze onderschatten bijvoorbeeld wat een vetpercentage verlagen al doet met hun algemene fysiek. Dus ja, zeker weten. En dan, we hebben het dan al gesproken over de calorieënname, dus de energie. En nog niet echt zo over bouwstenen gesproken. Dus hoe zou je dan uw macronutriënten opdelen? Dus dat wil zeggen de hoeveelheid eiwitten, koolhydraten en vetten in zo'n spieropbouwfase. Ja, je ziet vaak dat dat onderverdeeld wordt in percentages. Daar ben ik dus geen fan van. Bijvoorbeeld, laten we beginnen bij vetten. Ik reken graag 1 gram vet per kilogram lichaamsgewicht. Dat is eigenlijk in mijn ogen het absolute minimum dat je zou moeten halen. Bij proteins ligt dat tussen de 1,2 maar tot 2 keer je lichaamsgewicht. 2 keer voor de echte diehard bodybuilders die ook graag veel eiwitten in hun voeding hebben. Ook al is het maar voor het mentale van oké, ik weeg 80, ik ga hier 200 gram aan proteins eten. Dat weten ze dat ze zeker genoeg hebben. Maar uiteindelijk, als je nu 70 weegt en je hebt een 100, 120 gram aan eiwitten, dan heb je al meer dan genoeg voor spieropbouw te kunnen stimuleren. En de rest van je calorieën ga je gewoon gaan opvullen met koolhydraten. Ja, die we dan eigenlijk gebruiken als energiebron, maar die bij krachttraining, bodybuilding iets minder belangrijk zijn dan de eiwitten en de vetten. Yes, ik sluit me daar volledig bij aan. Kan je een beetje uitleggen, Gies, waarom dat je niet graag met die percentages werkt van 50% koolhydraten, 30% eiwitten, 20% vet bijvoorbeeld? Goh, omdat je mensen hebt mensen van 80 kilo die de hele dag stil zitten, die maar 2200 calorieën verbranden. Maar je hebt ook mensen van 80 kilo die 4000, 5000 calorieën verbranden als voorbeeld in de bouw zitten en 6 dagen op 7 trainen. En dan is dat zeer moeilijk voor dat in percentages in te delen. Like als je nu maar 2000 calorieën mocht eten en je mocht daar maar 20% vetten van eten, maar je weegt wel 80, 90 kilo, dan is dat redelijk weinig in vetten in mijn ogen. Ja, absoluut. Wat ik daar nog graag bij aan toevoeg is, we spraken daar pas over dat fluctuerende component van die calorieën. Dus hoe meer dat je gaat eten, hoe meer dat je verbruik ook omhoog gaat gaan. Omdat je actiever gaat worden, je lichaam gaat meer energie moeten steken om bepaalde zaken te verteren. En dan begint dat concept van die vaste percentages ook volledig in duigen te vallen. Want stel nu bijvoorbeeld, je start je spieropbouwfase aan 2000 kilocalorieën op die 50-30-20 verdeling bijvoorbeeld, wat we straks over spraken. Doordat je meer gaat beginnen eten, je gaat meer beginnen verbruiken, je hebt meer energie nodig. En dan zou je eigenlijk bijna al 2400 kilocalorieën moeten eten om eigenlijk op gewicht te proberen blijven na een paar weken. Als je dat dan opnieuw met diezelfde 50-30-20 regel gaat opvullen, dan is eigenlijk na een tijdje veel te veel eiwitten aan het eten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat eigenlijk niks gaat toevoegen aan je extra energie dat je nodig hebt. Van eiwitten zijn goed om je lichaamsfuncties te onderhouden, spierherstel, andere eiwitten dat moeten vervangen worden. Maar eigenlijk naar brandstof toe is dat misschien niet het meest ideale. En dan vallen die vaste percentages wel heel snel in duigen daardoor. Dus proberen eigenlijk je eiwitten op een vast getal te houden, zeker in de spieropbouwfase, en dan koolhydraten en vetten langzaam omhoog te werken naar gelang dat je je lichaamsgewicht wil laten doen stijgen doorheen de weken, lijkt mij de meest ideale scenario daarvoor. Mm-hmm. Voor mensen die dat heel simpel zelf willen uitrekenen, doe gewoon je lichaamsgewicht in aantal gram vetten. Weeg je 60, eet 60 gram vetten. Eet 120 gram eiwitten en vult de rest van je calorieën op met koolhydraten. Yes. Vet maal 1, eiwitten maal 2, dat is het simpelste dat je kunt doen. Inderdaad, ik denk dat je daar
zeker het belangrijkste over zegt. Nu, wat ik nog wel aan toevoegen aan hele hoge eiwit-intakes en spieropbouwfases, is er komt een punt, als je spieropbouw gaat hebben, dat er een moment gaat zijn dat je eigenlijk, dat eigenlijk moeilijk gaat worden om die dagelijkse grote hoeveelheid voeding nog naar binnen te steken. Je gaat enorm minder eetlust hebben, alles gaat veel minder lekkerder smaken dan toen dat je eigenlijk op gewicht bleef of dat je al zelf aan het afvallen was. En dan wordt het heel moeilijk om je verzadiging jezelf niet in de voet te doen schieten. Wat we zeggen is, je gaat heel snel het gevoel hebben van ik zit vol, ik kan niets meer eten. En dan een heel hoge eiwitintake kan ervoor zorgen dat eigenlijk dat verzadigd gevoel nog meer versterkt wordt. Stel je maar voor, wat zou er je meest opvullen? 100 kilocalorieën aan kipfilet of 100 kilocalorieën aan rijst? Je gaat veel gemakkelijker rijst kunnen blijven eten dan die 100 kilocalorieën aan kipfilet bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel iets dat je moet in het achterhoofd houden. Als je het gevoel hebt van, ik zit vol, ik kan niet meer eten, maar ik zou moeten meer eten om gewicht aan te komen. Kijk eens naar je eiwitinname. Mm-hmm. En oordelen wat dat misschien niet te hoog is en een beetje kunt verlagen. Is dat iets wat hij soms doet, Gies? Bij klanten? Ja, zeker. Dat pas ik ook toe. En als je dan al redelijk op dat minimum zit van het aantal eiwitten dat ze mogen binnen, en ze krijgen echt hun eten niet meer op na een lange opbouwfase, dan las ik gewoon een diet break in van een week waarin dat ze een heel stuk minder calorieën gaan eten. Gewoon. Of zelfs een kleine mini-cut. Dat ze een keer even die vertering kunnen laten rusten voor er dan terug voor een bak in te vliegen. Klein stapje achteruit, voor dan een paar grote stappen vooruit te maken. Well said, man. Heel goed gezegd. Ja, absoluut. En we spraken daar pas over die bouwsteen. Waarom zijn eiwitten en vetten dan zo belangrijk eigenlijk? Wel, eiwitten. Ja, eiwitten zorgen gewoon voor je spieropbouw. Ze zijn de belangrijkste bouwsteen van je spieren. Die heb je het meest nodig. Gedurende heel de dag uiteindelijk. Dat is misschien slecht uitgelegd, hè? Nee. Ja, eiwitten zijn de bouwsteen van je lichaam. Eigenlijk de simpelste uitleg die je er kan aan geven. Ze zorgen voor je herstel en voor opbouw van spiermassa. Yes. Dan heb je vetten, die eigenlijk heel vaak vergeten worden, maar die eigenlijk zeer belangrijk zijn in verschillende functies, zowel hormonaal, naar ontsteking toe, voor je vertering. Ja, eigenlijk echt superveel functies waarvoor dat je vetten nodig hebt. En dat wordt vaak onderschat. Soms mensen eten 3000 calorieën, waarvan 30, 40, 50 gram vetten. Maar dan wel een overdosis aan eiwitten en koolhydraten. Gewoon omdat ze bang zijn van, als ik vetten eet, word ik vet. Maar dat is niet waar. Te veel calorieën en opeten, daarvan ga je vetmassa aanmaken. Mm-hmm. Dus ja, we hebben wel degelijk eiwitten en vetten nodig om te overleven. Hè? Dus je zou het ergens op een onbewoond eiland moeten zitten. En je zou alleen maar gummyberen hebben, de snoepjes om op te overleven. Je gaat doodgaan. Zelfs al heb je nog een gigantische hoeveelheid aan beertjes om op te eten. Je lichaam heeft stikstof nodig om te overleven. En stikstof halen we uit die eiwitten. En er zijn ook essentiële vetzuren om onze stofwisseling op gang te houden. Zoals dat Gies zei, een heleboel functies. Dus dat niet verwaarlozen is echt wel heel belangrijk om gezond te blijven. Bedankt voor de toevoeging. Right. Is het eigenlijk is het eigenlijk van groot belang dat we specifieke bronnen hebben van koolhydraten, vetten en eiwitten als we zo'n spieropbouw voedingsplan willen opstellen? Goh, je moet natuurlijk voldoende aminozuren binnen hebben, maar uit wel, ja, de dag van vandaag, gelijk welke eiwitbron zal voldoende zijn voor spieropbouw te stimuleren. Maar, ja, het is in mijn ogen is het nog altijd beter van je eiwit bijvoorbeeld uit een kipfilet of iets van vis te halen, dan dat je het uit een cheeseburger van de McDonald's gaat gaan halen. Mm-hmm. Gewoon naar de algemene gezondheid gaat je ook wat fitter voelen, energieker voelen. Als je dat uit een clean food source gaat gaan halen, dan dat je dat uit rommel haalt. Ik denk dat de kwaliteit ook nog altijd beter is van een kipfilet dan de kaas en het vlees dat je in een hamburger bij McDonald's vindt. Hetzelfde met vetten. Wat zou het er gezonder zijn? Dat je vetten uit frietvet haalt? Of dat je ze uit noten of zo haalt? Noten en zaden? Mm-hmm. Of vette vis? Het probleem daarbij is dat dat een heel simplistische manier van kijken is. We hebben gesproken over calorieën en dan de drie macronutriënten daaronder. Eiwit, koolhydraten en vetten. Maar er is nog meer dat ons lichaam nodig heeft dan enkel die grote
bouwsteen. En die zitten veel meer in volledige voedselbronnen, zoals kipfilet, rijst, aardappelen, dan bijvoorbeeld in producten die meer bewerkt zijn. Mm-hmm. En stel dat je zou baseren op alleen maar bewerkt voedsel, dan is de kans heel wat groter dat er bepaalde andere zaken, kleinere dingen, zoals vitamine en mineralen, niet voldoende aanwezig zijn in je dagelijkse voeding. Nu, wat dat we daar wel bij willen zeggen altijd, is dat de kans dat je zo'n tekort oploopt, is veel groter als je minder voeding eet dan eigenlijk je lichaam nodig heeft om op punt te blijven. Dus dat wil zeggen, als je vet aan het verliezen bent, is dat waarschijnlijk wel veel meer nodig dan wat er nog binnenkomt van energie en van brandstof, dat zo goed mogelijk voedzame dingen zijn. Dat er ook nog veel vitamine en mineralen bij zit. Omdat je niet heel veel voedsel dat nog binnenkomt ten opzichte van dat je aan het bijkomen bent in gewicht. Dan steek je gigantische hoeveelheden binnen om toch nog maar genoeg brandstof te hebben. En dan is de kans zelf, al is het niet allemaal, maar is een heel groot van dat deel bewerkt voedsel, dat je nog genoeg hebt om je algemene stofwisseling en je gezondheid op peil te houden daardoor. Mm-hmm. Maar we hebben al in de vorige podcast zo verteld, hè, die 80-20-regel. Als je probeert 80% van je voedselkeuzes uit zo goed mogelijk volledige voedingsbronnen te halen, en de resterende 20% en dingen die misschien minder voedzaam zijn, maar wel zaken dat je lekker vindt, dat een goed evenwicht is om je mentaal te kunnen doen volhouden. Want ja, niet iedereen eet graag rijst, broccoli en kip, bij wijze van spreken. Dus daar wel een goede evenwicht in vinden, zeker in zo'n spieropbouwfase, is iets goeds, denk ik. Dat is ook zoiets dat we nog besproken hebben met Aaron in de vorige podcast, dat flexibel diëten, dat veel mensen dat gewoon iets te flexibel gaan opnemen. Van oké, ik heb hier mijn vetten binnen, ik heb hier mijn eiwitten binnen, maar als je dan kijkt uit welke bronnen dan ze komen, dat gewoon rampzalig is. Dat je soms ook wel verder moet kijken naar de macronutriënten, inderdaad naar de micronutriënten. Maar het probleem ook dat we vandaag is, dat ze bij alles dat ongezond is, die micro's beginnen toe te voegen ook. Hm? Als je kijkt naar cornflakes bijvoorbeeld, hoeveel vitaminen zijn er niet aan toegevoegd? Ja, vitamine C is een van de meest gebruikte bewaringsmiddelen om producten langer houdbaar te houden. Dus het zijn heel veel dingen dat toegevoegd worden aan bepaalde producten. Maar mag ik het daar nog over vertellen? Ik ben het even kwijt. Zwart. Dan heb je nog mensen die nog extra vitamine C gaan supplementeren. Hè? Dat begrijp ik echt niet. We gaan het meestal is dat echt niet aan de orde. Je krijgt ook geen extra medailles als je meer vitaminen of mineralen binnen hebt dan dat je nodig hebt. Zelfs een tegendeel, vitaminen die vetoplosbaar zijn. Je hebt twee grote delen van vitaminen. Vitaminen die oplossen in water en vitaminen die oplossen in vet. Die vetoplosbare vitaminen, als je daar te veel van neemt, die kunnen niet zomaar uitgescheiden worden uit je lichaam door middel van je urine bijvoorbeeld. Dus als je daar chronisch over supplementeert, dan kan er wel een en ander mislopen. Dus de vitamine A, D, K en E, denk ik, zijn vetoplosbaar. Dus als je te veel wortel neemt, dan kun je wel met een probleem beginnen zitten, bij wijze van spreken. En ergens hebben we dan nog geluk met onze wetgeving in België, dat niet te veel van die vitamine toelaat. Als je dan vergelijkt met wat ze in Amerika mogen supplementeren aan vitamine D, zo aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, dat is ongelooflijk. Mm-hmm. Zeker weten. Dus, micronutriënten, zeer belangrijk. Eigenlijk, een gouden regel dat ik van heen geleerd heb, dat je gewoon moet meegeven aan iedereen, is eet 2 tot 3 stukken fruit per dag en eet 2 porties groenten. Ja. Dan zit je al voor een groot deel goed. Zeker. Ik ga meestal, als mensen in de spieropbouwfase zitten, de regel gebruiken voor elke 1000 kilocalorieën, dat je een portie groenten en een portie fruit eet. Ja. Is dat in een gewichtsonderhoud of in een vetverliesfase, omdat dan net er gaat minder voeding binnenkomen, dan wordt het misschien nog net iets meer belangrijk dan in de spieropbouwfase, spreek ik dan zelf over 800 kilocalorieën. Dus iemand die 1600 kilocalorieën eet, die wil 2 porties groen en 2 porties fruit eten minstens, als die aan het afvallen is. Iemand die 2400 kilocalorieën eet, daar wil je 3 halen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik kom er juist terug op wat ik daar pas wilde vertellen. Dus het probleem is met heel de vraagstuk van
Is dat gezond om bijvoorbeeld alleen maar bewerkt voedsel te eten en eigenlijk alleen maar onbewerkt voedsel? Is gewoon puur omdat gezondheid, wat dat iemand gezond maakt, dat is eigenlijk heel moeilijk om na te gaan. Je kunt heel moeilijk mensen zeggen van oké, er worden 50 baby's geboren en we gaan die baby's 60 jaar lang alleen maar bewerkt voedsel geven en die andere groep 50 baby's geven we alleen maar onbewerkt voedsel en we gaan dan kijken wat er daartussen gebeurt. Ja, dat is een ding dat je ethisch niet verkocht krijgt, natuurlijk. Dus we kunnen daar heel weinig conclusies uit trekken. Het beste wat we kunnen doen, is eigenlijk correlatie leggen. En dat wil zeggen, we gaan iets bekijken. Bijvoorbeeld een bepaalde aandoening. En dan checken van eigenlijk al de mensen die aan die aandoening lijden, is er daar iets dat eigenlijk die mensen verbindt? En dat heet correlatie. Dan kunnen we bijvoorbeeld zien dat mensen die metabole ziekten hebben, dat die vaak obesitas vertonen. Maar ja, er zijn dan, dat is een conclusie dat we daaruit trekken, maar we kunnen dat niet met 100% zekerheid zijn. Er zijn mensen die obesitas hebben, die metabole stoornissen niet hebben en die eigenlijk in hun bloedprofiel eigenlijk weinig aan de hand hebben. Dus het zijn allemaal moeilijke dingen om daar iets over te vertellen. Moest je bijvoorbeeld correlatie letterlijk nemen, dan zou je een lage vitamine D in je bloed, dan is de kans groter dat ze bij jou in je huis inbreken, bijvoorbeeld. Omdat als je die populaties onderzoekt, dan komt dat blijkbaar naar boven. Er worden meer ijsjes gegeten in de zomer. Het is warmer in de zomer. Er worden ook meer moorden gebeurd in de zomer. Dus er worden meer mensen vermoord. Dan zou je kunnen zeggen dat de consumptie van ijsjes te maken heeft met het aantal moorden dat er gebeurt. Dus correlatie is een handige manier om in hele grote groepen mensen bepaalde dingen te kunnen typeren en te onderzoeken. Maar het heeft ook limieten. En dan is zoiets naar gezondheid toe heel moeilijk om daar rechtlijnige dingen uit te halen. Misschien nog even een keer de basisregels dat we nu al en besproken nog een keer overlopen. Dus 1. Bepaal deficit, onderhoud of surplus voor jezelf. 2. Deel je macro's in. 1 gram vetten per kilogram lichaamsgewicht, 2 gram eiwitten. Eet 2 stukken fruit en 2 porties groenten per 1000 calorieën dat je nuttigt. En wat ik zelf ook vaak voorstel is drink 1 liter water per 1000 calorieën dat je ongeveer consumeert. Heel jammer voor sommige van mijn klanten die meer dan 5000 calorieën nemen. Nee, daar had ik ook geen 5 liter aan. Ja. Zeker niet. Wat dan misschien nog niet echt behandeld hebben, Gies, is hoe snel moet iemand stijgen in gewicht? Goh. En dat is ook weer zoiets waar je uren kunt over uitweiden. De ene persoon gaat een halve kilo per maand kunnen bijkomen en gaat nog altijd goed zitten. Bij de andere persoon mag je al blij zijn dat er 100 gram per maand bij komt. Dat is ook afhankelijk van hoe lang dat zal trainen. Als je echt een complete newbie hebt, steek die direct op een deftig trainingsprogramma, direct in een calorie surplus, dan mag die hem gerust een halve kilo tot meer aankomen. Ik heb ook zo een klant die gast is in de 20, weegt in de 60 kilo, wil spiermassa aanbouwen, iedere maand een kilo en een half bijkomen, dat is gunstig nu. Op een vetpercentage van 6 start, ja, zulke mensen zijn er ook. Die een super laag vetpercentage hebben. Dat is ook weer afhankelijk van veel factoren. Hè. Ja, absoluut. Eigenlijk theoretisch gezien, zo iemand die in het beginstadium staat van zijn spier opbouwreis, in principe meer zijn lichaamsgewicht kunnen doen stijgen, waar dat dan proportioneel nog meer spiermassa gaat aangemaakt worden ten opzichte van vet. Het probleem is dat hoe meer spiermassa dat je aankomt, hoe minder groot dat de kans is dat wat er nog bij komt, dat dat effectief ook spiermassa gaat zijn. En dat dat niet louter vetmassa gaat zijn. Dus iemand, zoals hij zegt, die klant van jou 60 kilo, als je dan bijvoorbeeld iemand die al 8 jaar aan het trainen is, op dezelfde snelheid zou laten aankomen, die gaat dan gewoon noodloos vetter worden. Nu, heel wat factoren. Dat is mogelijk. Ik heb uitzonderingen ook die al 2 jaar in de opbouwfase zitten, dat vetpercentage nog altijd niet omhoog gaat, en dat we kunnen blijven stapjes in de juiste richting maken. Dat is echt vrij afhankelijk van persoon tot persoon. Ja. En dan breng mij dan nog een beetje bij de volgende vraag. Hoe lang laat je iemand spier opbouwen?
spieropbouwfase doorlopen? Goh. Dat is ook weer afhankelijk. Blijft dat vetpercentage gelijk? Is doel nog altijd spieropbouw? Krijg ik één klant, 2 jaar, nog altijd een opbouwfase. Dat is maar een hele korte periode deficit geweest. Was het nodig? Ja, er was wedstrijdvoorbereiding, maar door corona is dat niet doorgegaan. Als die wedstrijdvoorbereiding er niet had tussen gezeten, was die waarschijnlijk al 2 jaar aan de stuk in een surplus aan het eten. Het er dan dat je een surplus laat eten, die daarnaast ook veel junkfood durven eten, dat gebeurt ook. Want we zijn nog altijd mensen, mogen niemand alles afpakken. En ze komen bijvoorbeeld 5 kilo aan op 3 maanden, dan weet je dat dat geen pure spiermassa gaat zijn. En dan kan die vetverliesfase wat iets sneller over zijn dan dat ze wel. Ook weer afhankelijk van uw doel, afhankelijk van uw lichaamssamenstelling. Yes, inderdaad. Heel juist. Het is jammer dat we geen concrete antwoord daar kunnen opgeven, maar inderdaad, de context is zo bepalend. Wat ik persoonlijk geleerd heb als coach doorheen de jaren, is ik was vroeger heel erg fan om periodes van spieropbouw, om die eigenlijk cyclies af te wisselen met bepaalde korte periodes van afval, dus zo'n mini-cut wat je over spreekt. En bij heel wat klanten werd dat vrij goed. Dat is eigenlijk hoe ik het zelf ook zou benaderen voor mezelf, puur voor mezelf. Dus periodes waarin je echt focust om je spiermassa op te bouwen en je gewicht te zien stijgen consequent, om dan een paar weken je vetmassa te proberen zo snel mogelijk op te bouwen en je spiermassa te behouden. Vetmassa af te bouwen en je spiermassa te behouden. Maar wat ik merk is dat heel wat mensen moeite hebben met zo opeenvolgende cyclussen die heel nauw afgebakend zijn. Wat ik dan heel veel tegenkwam in het begin, is klanten die een vetlosfase starten, 6 weken, consequent. Die kerels of dames zijn on the money, 6 weken consequent afvallen. De tekstboek met grafiekje dat schoon lineair zakt als je daar gemiddeldes uittrekt. En dan zouden we willen na die 6 weken terug de spieropbouw starten door een kleine onderhoudsfase, de spierreserves terug opbouwen. Dus dat wil zeggen dat je eerst een beetje je lichaamswicht gaat zien stijgen om dan terug wat af te vlakken en dan geleidelijk aan terug te zien stijgen. Maar die plotse, abrupte overschakeling is voor veel mensen like, te zot. Waardoor ik vaak tegenkwam dat een klant gewoon na zijn 6 weken afval gewoon een tegenreactie had. Hij had te lang tegen dingen nee gezegd. En voordat hij het wist, was hij eigenlijk terug op zijn oorspronkelijk gewicht van voor de 6 weken dat we starten. En dan heb je eigenlijk een hele periode niks gedaan. Niks gedaan. Je niet in een goed milieu geweest om spiermassa op te bouwen. En eigenlijk, je vetmassa die je opgebouwd hebt, zijn je terug verloren op 1 week. Zijn je terug aangekomen in 1 week tijd. Heel herkenbaar. Ergens beginnersfout, maar bij de klanten. Dan ze denken na een vetverliesfase van oké, het steekt minder nauw. Is dat West-Vlaams of is dat algemeen beschaafd Nederlands? Steekt minder nauw, maar ik mag misschien illusies maken, Gies. Ik denk het grootste percentage van onze kijkers zijn West-Vlamingen. En het andere percentage heeft al 11 afleveringen van ons achter de kiezen. Dus die begrijpen ons vlekloos. Dus ik denk dat wij ons niet meer moeten wegsteken achter het algemeen Nederlands. Dus, en West-Vlaming, Oost-West, West-Vlaams best, hè. Dus, ze hebben dan die vetverliesfase gehad van 6 weken. De calorieën gaan terug omhoog. Mensen denken rappen van, oh, nu stik ik het minder nauw. Ik kan eten wat ik wil. Oei, plots heb al de vetmassa dat ze hebben afgewerkt, komt er terug bij. En vaak, om het heel cru te zeggen, is het gewoon opnieuw beginnen. En zeggen van, oké, kijk, leer uit je fouten, we gaan het een tweede keer proberen. Ja. En misschien een iets langere periode uitstrekken. We kennen ook iemand gehad die zeer rustig vet heeft verloren, van mei tot september. En dan rusten naar die onderhoudsfase, rustig in een surplus, en dat is perfect gegaan. Omdat die mens nooit echt het gevoel heeft gehad van te moeten diëten, omdat zijn surplus zodanig klein was, dat die stapjes omhoog ook minder zwaar aanvoelden. Ja. Wat ik dan daarop nog wil toevoegen, is wat hij in het begin daar aanhaalde van de podcast, is zo'n break inlassen. Dus in een vetverliesfase spreken we over een dietbreak. In een spieropbouwfase is dat misschien moeilijk om daarover te spreken, maar eigenlijk een break van die surplus, dat helpt ook veel mensen om het gevoel dat ze hebben, dat ze zo wat fluffy rondlopen,
gewoon zelf proberen om die stijging even af te vlakken en op gelijk lichaamsgewicht te blijven, dat kan al een heel ander gevoel geven. Hoe dat je kleren voelen, hoe dat je in je vel zit, je gaat minder overpoefd zitten. En dat 2 weken aanhouden is misschien een veel beter contrast dat je biedt om dan terug een periode te starten van spieropbouw, dan echt zo die daling in te zetten en daar eigenlijk slechter uit te komen dan dat je erin gegaan bent. Eigenlijk een dietbreak kun je zowel van spijt in een surplus als in een calorietekort. Dat is even breken met je dieet. Ja, maar het is wel heel erg trendy nu om als coach te zeggen dat een bepaalde fase van waarin dat je doorloopt, dat geen dieet is, maar een levensstijl. Ja. Dus ik wil je niet durven zeggen over een lifestyle break, als dat goed is. Dat je even het leven stopt en dat je dan daar een break van pakt en dat je dan terug doorgaat met de levensstijl. Nee, is wat. Who the fuck cares? Ja. en dan, wat ik nog wilde aankaarten bij jou, Gies, is dat ik graag mensen bewuster zou maken dat iemand die consequent spieren wil opbouwen, een spieropbouwfase, dat serious business is als je al enkele jaren traint. We hebben Timothy te gast gehad. Allee, jij hebt Timothy te gast gehad. Die vertelde zelf dat een spieropbouwfase voor hem heel moeilijk is, een off-season inplan, omdat dat gewoon zodanig intensief is. Dus wat ik daarbij vertel is, spieropbouw is bijna, als je het goed wil doen, bijna even belangrijk om zaken in orde te hebben dan eigenlijk in een vetverliesfase, volgens mij. Veel belangrijker. Mensen onderschatten dat echt, een calorie surplus. Vetverliezen is simpel. Maar de keer dat je moet beginnen meer eten en proberen van die extra vetmassa eraf te houden, dat is ongelooflijk moeilijk. En zeker als je dan mensen hebt die echt die 5000 calorieën nodig hebben voor ook maar een beetje omhoog te gaan in gewicht. Fuck, dat is een aanval op je lichaam. Ik heb veel liever honger dan dat je moet forceren van te eten. Ja. Denk dat je lichaam ook liever in een calorie tekort gaat zitten dan in een surplus waarin dat je bijna moet braten. Ik denk dat gewoon alles wat dat van je homeostase, dus eigenlijk van je evenwicht afweekt, gaat op termijn je gewoon zo fucken. Ik zou niet durven zeggen dat een surplus moeilijker is bij mij dan een tekort. Als ik in 2 weken uit ben voor een contest prep, voel ik me absoluut ook niet goed. Ja. En als ik dan vergelijk met hoe dat ik op de top van mijn spieropbouwfase ben, denk ik toch dat ik liever aan de top van die spieropbouwfase zou verblijven dan daar. Maar het is zeker, het is iets wat dat niet gemakkelijk is om het echt volledig juist te doen. Maar wij hebben ook geen actieve job. En een calories, allee, sorry als dat bij u wel super actief is, maar voor mij is dat heel de dag neerzetten. En een calorie surplus is voor mij easy. Maar, ja. Allee, wat ik soms gek vind, ik eet nu gemiddeld 2000 calorieën per dag. Mijn gewicht zakt daar rustig mee. Ik heb er absoluut geen probleem mee, maar ik heb een klant die overlaatst heeft gekut, die moest 4500 calorieën eten en die ging kapot van de honger. En ik had iets van, oh my god, zou ik dat zelfs een week of twee opkrijgen? Ja, maar ik denk dat dat... Dat hebben we met Aaron besproken ook in de podcast. Hè? Dat relatief is. Hè? Er is een tekort of er is een surplus. En volgens mij is het gewoon het tekort zijn of het surplus zijn. Maar ja, hoe dat je draait of keert, met 2000 calorieën eten per dag ga je veel minder lang bezig zijn dan met 4500. Dat is ook tijdrovend. Hè? Als je een super drukke job hebt... Ik haal in mijn spieropbouwfase dat is gemakkelijk 5000 kilocalorieën, maar... Ik heb daar nog nooit echt last mee gehad om dat binnen te krijgen. Maar dat is ook wel iets wat bij mij heel, heel lang al gegroeid is. Dus ik kan me waarschijnlijk niet meer goed beseffen hoe moeilijk dat was in het begin. Ik kan het wel beseffen. Maar om het dan te zeggen dat echt afvallen makkelijker is, dat sluit het me eigenlijk niet bij aan dan. Oké. Okay. Maar ruzie aan, hè. We zijn weg. Ja, salut. Nee, ik ben dan net nog een voorbeeld aan het denken. Ook weer nog een voorbeeld van een klant. Opbouwfase wel starten. Ik dacht, oké, het was echt iemand met een zeer laag gewicht. Ik dacht, we gaan starten op 2000 calorieën. Die mens krijgt dat niet binnen. Dus we moeten zetten naar 1800 calorieën eerst, voor dat effectief op te krijgen, met zeer gemakkelijke voedingsmiddelen die makkelijk verteren,
dat je makkelijk kunt eten. En Ja. dat is gewoon gek hoe groot dat contrast is. Geen 2000 Ja. calorieën opkrijgen of honger in op. Zeker. In ons hardgainer-programma dat we als de gyms heropenen terug willen opstarten, of willen opstarten, halen we dat ook aan, wat dat er eigenlijk zaken zijn waarop je kunt letten om die hoge calorieënname eigenlijk vol te blijven houden. Zeker als de eetlust daar niet is. En proberen zoveel mogelijk vloeibare calorieën te includeren, dat je eigenlijk weinig moet kouwen en veel moet verteren, dat kan helpen. We spraken al over die eiwitten niet nodeloos hoog houden. En proberen in de mate van het mogelijke. We spraken over die 1000 kilocalorieën van groenten en fruit bijvoorbeeld. Één portie per 1000 kilocalorieën. Dat je daar zeker niet hoger in gaat, bijvoorbeeld. Dat je niet de gewoonte krijgt om met 1 kilo aan groenten te eten per dag op 4000 kilocalorieën. Want dat gaat heel moeilijk zijn om dat vol te houden, bijvoorbeeld. Heb je nog zo'n tips, Gies? Nee, die vloeibare voeding vond ik wel handig. Zeker zo naar vetbronnen toe, is dat super handig. Hè? Ja. Dan ga ik daar De dingen superveel dat wij calorieën moeten uit halen. aanmoedigen is bijvoorbeeld in plaats van op vers fruit over te nemen, kijken om het meer gedroogd fruit erin te steken. Ja. Rozijnen, abrikozen, vijgen bijvoorbeeld. Zijn allemaal zaken die kunnen helpen. En dan proberen uw koolhydraatbron bijvoorbeeld ook zo caloriedens mogelijk te maken. Aardappelen gaan misschien net iets meer volume hebben dan bijvoorbeeld pasta of rijst, bij wijze van spreken. En als je dan kijkt naar de iets minder calorie en minder clean koolhydraatbronnen, ja, of wat is clean? Nu is wat cornflakes en wraps, superveel calorieën voor weinig volume, kan ook handig zijn. Overschakelen bijvoorbeeld op vollere zuivelproducten kan ook een heel ja. makkelijke manier zijn om je intake omhoog te doen stijgen. Als hij overschakelt van magere platte kaas naar volle platte kaas bijvoorbeeld bij je maaltijden, dan gaat hij verschieten waarom dat kalfjes zo groot kunnen worden. dus ja, dat zijn allemaal tips die je kunt gebruiken. Eigenlijk wat dat je zou doen om zoveel mogelijk verzadiging en dat hongergevoel te bestrijden in een vetverliesfase, ga je nu eigenlijk proberen om een andere richting te draaien in zo'n spieropbouwfase. En dan zijn we eigenlijk al bij de laatste vraag, Gies. Ik wil nog één iets toevoegen. Zeg maar. Wat ik persoonlijk zelf zou vermijden, ik weet niet wat je mening daar is, maar je hebt echt superveel mensen die naar mass gainer shakes grijpen, 1000 calorieën in één vloeibare maaltijd. Nee, daar zou ik echt niet naartoe grijpen. Dat vind ik ja. geen zo'n strak idee. En waarom precies niet, Gies? Dat is gewoon een hele hoop simpele calorieën. Vaak ja, de meest chemische dingen. En als je daarvan een derde van je dag vult met van die zware shakes die dan nog een uur op je maag liggen, waar je een heel plakkerige mond van krijgt, ik vind dat niet de ideale manier. En denk op lange termijn dat je er ook niet zo gezond of goed door gaat voelen. Dat ook niet zo ja. gunstig is voor je vertering. Ik kan dat begrijpen. Ik heb eerlijk gezegd je niet denkt echt klanten die he? Dat consequent die massgainer genomen hebben. Waarom? Omdat ik het vaak iets heel duur vind voor wat het eigenlijk maar is. Als je op het etiket kijkt, wat is een massgainer? Dat is een eiwitbron in de vorm van whey of een ander eiwitpoeder, waar dat ze nog complexe koolhydraatbron, snelle koolhydraatbron en wat vetbron bij gestoken hebben. Soms en zelfs, dat eigenlijk in een shake. Dus wat is dat? Dat is gewoon een smoothie dat je zelf gemaakt hebt met wat havermeel, olijfolie, nog wat gedroogd fruit erin misschien en een shake bijvoorbeeld. Dus ja, ik vind het gewoon heel duur voor wat het maar is. Dus ik kan niet goed zeggen of dat ik het precies wil afraden, want ik heb klanten dat ik shakes aanbeveel die 800 kilocalorieën zijn bijvoorbeeld. Ja. En dat lijkt goed te verteren, maar... Ja, als je mensen in een winkel een zak maltodextrine of dextrose toont, gaan ze zeggen van, ugh, nee, dat is suiker. Ja, hallo, dat is uw massgainer, maar in een minder fancy verpakking. Ja. Nee, ik weet niet. Ja. Ik ben toch Klopt. Meer van, allee, pak nu dat je 3000 calorieën mocht eten, waarom zou je er 1000 van aan de shake hangen? Ik heb dan liever dat er wat meer geknabbeld wordt, dat ook iets ja. optimaler gaat zijn voor je lichaam, maar dat je dat gewoon gloek, gloek, gloek binnenkapt. Ik denk dat dat weer persoonspecifiek is. Iemand die echt geen hap door zijn keel krijgt, de persoon die
op 2000 kilocalorieën al het gevoel had dat hij overproefd zat, kan misschien wel helpen om die shake van 500 kilocalorieën te proberen includeren. Maar inderdaad, als die ene shake dan 1000 kilocalorieën is en eet er maar 2000, dan komen we weer bij dat voedselkwaliteit verhaal natuurlijk. Ja, maar ja. Bij mij lijkt het veel minder een issue bijvoorbeeld als iemand er 3000 moet eten en hij heeft dan nog een shake van 1000 kilocalorieën die eigenlijk niet zo heel voedzaam is naar micronutriënten, vitaminen en mineralen bijvoorbeeld. Dat is dan mijn persoonlijke mening als coach, denk ik. Ik denk dat daar op zich niet echt dat anders doen zeker niet verkeerd is. Ja. Ja, het is een beetje veel geld, hè. €40 voor een potje die in een week geld op is. Het is gewoon te duur. Je drinkt toch ook geen Herbalife waar we gewicht verliezen? Ja, ja. Mensen maken dan de verkeerde associatie. Ze zien dan een pot wei staan, 2 kilo. En dat kost dan veel meer dan zo'n zak maasgainer van 2 kilo bijvoorbeeld. Maar ja, ze vergeten dat 50% van die maasgainer wel gewoon gemixt havermout is, wat dat geen reet kost. Dus ja. Dat ze helpen. Wat zou je aanraden qua supplementatie in een spieropbouwfase? Creatine. Mm-hmm. Ja, creatine. En dat is het. En dat is het, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Als ze dan echt zijn van, oké, maar wat kan ik echt nog extra nemen als supplement? Dan zou ik nog eerst een multivitamine aanraden. Dat mag simpel zijn, dat mag gewoon van het kruidvat komen. Wat je tekort kan hebben, ga je ermee aanvullen. En niets tekort, het is een goedkoop iets, €3 voor 3-4 maand. Je hebt dan nog mensen die echt niets van vis eten of geen noten en al zo eten. En dan zou ik wel nog durven omega-3 er gaan bij supplementeren. Maar creatine, zelfs in een vetverliesfase, altijd creatine. Ja, sowieso. Altijd erin houden. Sowieso. Bij mij is het vrij simpel. Als je systematisch 1 keer per week een gewicht boven je hoofd steekt of van je weg doet of van je weg trekt, dan is hij er baat bij om je creatine te supplementeren. Gewoon omdat het is zo breed onderzocht, het is zo duidelijk dat het wel degelijk nut kan hebben. Ook al is het, je gaat het nooit merken, maar het heeft wel nut. Het is echt heel erg onderzocht en aangetoond en het kost gewoon zo weinig. Een zak creatine monohydraat van 1 kilo kost €15, bij wijze van spreken. Je hebt 5 gram per dag ongeveer nodig. Je kunt daar 200 dagen mee doen. Dat is allee, een no-brainer voor mij. Maar inderdaad, het enige wat ik dan zo nog overwegen in de spieropbouwfase, als je heel weinig essentiële vetzuren binnen hebt, dus weinig omega-3's, dan zou ik ook wel een visoliepil proberen aanbevelen. En dan voor de rest lijkt er mij weinig dat echt moet, omdat er komt zodanig veel voeding binnen dat de kans dat je een tekort hebt gewoon heel klein is. Wat je nog kan over nadenken is als je heel weinig buiten komt, zeker in de wintermaanden. Vitamine D3. Als je lage vitamine D hebt, dan is dat nog een optie. Maar dat zit dan misschien in je multivitamine. Ja. Dus, of mensen die nachtwerk doen en die niet veel daglicht zien, zeker in deze periode, is een vitamine D-supplement ook wel aan te raden. Zeker. Zeker. Dan de laatste vraag, Gies, als dat goed is. Hoe zou je in een spieropbouwfase cheat meals benaderen? Goh, daar zitten we ook weer. In een vetverliesfase ga ik rap gaan zeggen van oké, eet 1 cheat meal per week, laat daarvoor 1 maaltijd weg, rekent dat niet uit dat ik hier even los staat van calorieëntaal. Maar in een opbouwfase is dat gevaarlijker. Als je al 300-400 calorieën in surplus zit en gaat daar nog een keer bovenop 1000 calorieën extra gaan eten, dan is de kans dat je elke week een beetje vet gaat opslaan zeer groot. Dus als je 3500 calorieën mocht eten en gaat een cheat meal doen van 800 calorieën bijvoorbeeld, probeer dat toch zo goed mogelijk in te plannen. Voordat je op restaurant gaat, laat dan 1000 calorieën weg, zodat je zeker ongeveer correct hokt, maar ga niet ongelooflijk veel en surplus er bovenop gaan eten. Mm-hmm. Ik denk dat ik me daar wel bij aansluit. Ik denk, we hebben over dat regulerende effect gesproken van uw kilocalorieënnames. Wat je dan moet wel gaan zien, mensen die dan een
cheatavond inplan, of cheatavond, gewoon een maaltijd dat eigenlijk niet een oorspronkelijke manier is van een dagindeling naar voeding in te plannen. Dat die vaak wel hun eigen compenserende dag nadien. Ze gaan bijvoorbeeld later opstaan, minder eten, ze gaan een maaltijd nog missen van een normale maaltijdindeling. Wat dat bij sommige mensen er wel voor zorgt, dat eigenlijk die avond dat ze off track gaan, dat er twee scenario's zijn. Oftewel gebeurt er weinig, oftewel zorgt er zelf voor dat ze gewoon minder eten. Iemand die 5000 kilocalorieën eet en je laat die nog naar een all-you-can-eat buffet gaan, kans is klein dat hij minder gaat eten en dat hij het normaal zou moeten eten, bij wijze van spreken. Dus het is wel heel gewoon, weer persoonsafhankelijk. Uh-huh. Nu, het grote probleem is, bij zo'n cheatmaaltijden, het is gewoon moeilijk in te schatten wat je daar binnen hebt. En als je echt heel gemicrometreerd je calorieënname bijhoudt, is dat een beetje een blinde vlek op je week. Uh-huh. Maar het zou raar zijn, moesten we zeggen, denk ik, Gies, dat je daar geen ruimte voor laat. Want ik denk dat de boog niet altijd gespannen kan staan, dat dat ook niet nodig is. Nee. En dat je ook moet beseffen dat, stel dat je een cheat meal inplant en je eet 500 kilocalorieën per week meer, dat is op zeker in de spieropbouwfase door dat regulerende effect. Op weekniveau is dat niks, hè. Dat is 500 gedeeld door 7. Dat is twee keer niks. Je maakt grotere fouten in je afwegen dan dat de op die extra kilocalorieën maakt. Mm-hmm. 500 calorieën is inderdaad nog sava, maar echt mensen die veel meer dan dat gaan cheaten. Hè. Mm-hmm. 3500 calorieën maar per dag bijvoorbeeld, en dan op zaterdag eens er 6000. Mm-hmm. Ik ken echt een klant die 5000 calorieën eet, de zaterdagavond cheat hij, dat hij zeker 6000 eet, en de zondag staat hij hem op met ongelooflijk veel honger. Dat is ook weer zo persoonsgebonden. Zeker. Moest ik een dien laten doen. En de meesten die echt wel diehard wel hun spieren opbouwen, gaan ook wel zorgen de dag na de cheat meal dat ze er calorieën binnen hebben. Ja. Wat dat is er bij zo'n persoon... Wat zeg je? Dat ook weer zo'n dubbel onderwerp is. Bij een gaan ze inderdaad minder honger hebben. De anderen gaan zorgen dat hij echt alles binnen heeft. Mm-hmm. Wat dat bij zo'n klant altijd aanbevelen is, als er echt zo'n overreactie is op zo'n avond dat ze off-track gaan, is die zijn vaak heel conscient, die zijn vaak heel bewust wat ze in de week doen. Die gaan hun ogen dicht doen en die gaan nog altijd dezelfde dingen eten, bijvoorbeeld. En wat dat dan kan helpen bij zo'n mensen, is proberen in die weekends dat ze daar net specifiek gaan tracken wat ze eten, ook al is het afgeweken van hun normale plan. Dat je bijvoorbeeld zegt van, oké, hou je niet bezig met eiwitten, koolhydraten, vetten, maar probeer toch min of meer binnen een caloriedoel te vallen, dat geen 6000 is, maar misschien 4000, dat het iets manageable blijft om eigenlijk je progressie niet te veel teniet te doen van, mm-hmm, van de voorbije 6 dagen. Akkoord. Vrij goed. Moet je juist dan nog iets denken, met dat over supplementen spreken? Ja. Ik weet niet wat uw mening was over kurkuma. Mm-hmm. Het zou anti-inflammatoir werken. Yes. Wat ik gehoord gisteren op een podcast was van dat je kurkuma niet rond de training mag nemen, omdat dat zou kunnen helpen het herstelproces te vergemakkelijken. En dat eigenlijk, mm-hmm, niet de bedoeling is. Voor ding bij te nemen. Like, je gaat ook niet na elke keer dat je gaat lopen net een sportmassage bijvoorbeeld nemen voor je herstel te vergemakkelijken. Dat je absoluut geen kurkuma rond je training mogen nemen. De laatste tijd is er meer en meer consensus over het antioxidant en anti-inflammatoire reacties. Dat wil zeggen eigenlijk zaken dat ervoor zorgen dat je lichaam net minder ontsteking veroorzaakt, dat die eigenlijk op lange termijn tot een bepaalde graad eigenlijk nefast zijn voor sportprestaties. Mm-hmm. En het is ook logisch, omdat een ontstekingreactie is eigenlijk een normale lichaamsreactie dat ervoor zorgt dat er een hele cascade opgezet wordt om eigenlijk het lichaam te laten recupereren. Dat is hetzelfde bijvoorbeeld met iemand dat zijn enkel omslaat en er ijs op gaat leggen. De zwelling gaat afnemen, maar het,
het lijkt er nu een beetje naar uit te zien dat die zwelling wegnemen eigenlijk er net voor zorgt dat eigenlijk het genezingsproces vertraagd wordt. Dus die anti-inflammatoire eigenschap van die kurkuma, wat ik een beetje maar al zou denken te nemen, het is al even geleden dat ik er eigenlijk over opgezocht heb, dus ik niet te veel belang hecht naar wat ik hier zeg. Maar het laatste wat ik over wist, was eigenlijk de hoeveelheden dat je supplementeert, dat die zodanig laag zijn wat het eigenlijk zou moeten zijn om die studies te reproduceren. Lijkt het mij dat misschien niet zo heel erg is, maar ik kan er wel in komen dat het mechanisme van je reactie na je training, dat wel degelijk nut kan hebben. Mm-hmm. Dat is misschien nog een mooie noot om af te sluiten, dat we het herstelproces niet mogen gaan forceren. Dat je lichaam moet de kans geven om zichzelf te herstellen. En dan al die magische tools die je kunt gebruiken daarvoor absoluut overbodig zijn. Toch op lange termijn, denk ik. Ja, ook weer tussen haakjes. Ik denk zo bijvoorbeeld aan de sterkste mannen die zo'n ijsbad nemen. Mm-hmm. Als hij morgen een wedstrijd moet doen, dan kan zo'n ijsbad of een massage wel degelijk ervoor zorgen dat de klachten die dat je hebt van dat herstelproces verminderen. Ja, ja. En dat kan op korte termijn ervoor zorgen dat je die sterkste man-event beter kan doorkomen. Maar als we echt spreken over lange termijn jezelf veranderen, hypertrofie, zo'n dingen, is dat misschien niet het beste wat je kunt doen. Ja, nee. Je moet niet na elke training een ijsbad nemen. Maar in zulke situaties, like op de CrossFit Games, zie je dat ook veel, dat ze een ijsbad nemen, maar ze zijn daar wel meerdere dagen wedstrijden aan het doen. Daar is dat volkomen terecht. Ja, maar in normale situaties vermijden. Yes. Alright. Gies, bedankt om in mijn podcast te schitteren vandaag. Je bent een geweldige presentator. Yes. Volgende keer hoop ik toch terug in jouw podcast te zitten. Hopelijk vond je mijn inbreng een beetje nuttig. Zeker weten, absoluut. Absoluut. Goed, geniet nog fijne avond. En voor 12 uur niet meer op straat. En goed gaan slapen, jong. Ja, ik ga al niet meer moeten buiten komen. Okay, Jonas, dank u wel. Salutjes, bye bye. Ciao.